Gedeputeerde staten van Friesland en burgemeester en wethouders van Heerenveen kiezen voor nieuwbouw van Thialf naast het Abe Lenstra stadion. Die nieuwbouw gaat 100 miljoen euro kosten. Natuurlijk moeten provinciale staten en de Heerenveense gemeenteraad nog instemmen. De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen zouden 40 miljoen euro moeten bijdragen, het Rijk 40 miljoen en het bedrijfsleven 20 miljoen. Overigens zijn er ook nog twee goedkopere plannen voor renovatie van het huidige Thialf met uitbreidingen. Die kosten ongeveer de helft van de nieuwbouw. Tijdens een persconferentie in Tjaarda Oranjewoud werd het businessplan voor een nieuw Thialf gepresenteerd door Johan van der Werf van de stuurgroep Nieuw Thialf. Gedeputeerde Hans Konst en wethouder Lykele Buwalda gaven een toelichting op de voorkeur van GS en BNW. De stuurgroep komt op basis van een aantal waarnemingen tot de conclusie dat we echt moeten gaan nieuwbouwen naast het Abe Lenstra stadion. Een nieuw Thialf is geen Fries of Heerenveens feestje. Thialf, dat heb ik hier de afgelopen weken nog een paar keer gezegd, toen mij werd gevraagd, kan de mooiste ijsbaan van Nederland niet op een andere plek? Als dat betekent dat Thialf in Heerenveen wegzakt en gewoon één van de Nederlandse ijsbanen wordt, dan denk ik dat wij Nederland, dat we de KNSB, dat we het schaatsen een hele slechte dienst bewijzen.